allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Live Life for Horses. Vandaag ga ik jullie een video laten zien waarin ik vertel wat ik standaard in mijn poeskist heb zitten. Dus ja, veel kijkplezier. Nou, als ik hem nu openmaak, heb ik altijd standaard zo'n bakje erin zitten. Daar zit babyolie in. Dat gebruik ik meer voor als ik op wedstrijden en zo ga. En wat ik er ook altijd standaard in heb zitten zijn elastiekjes. Omdat kan mij natuurlijk van die hele dikke manen. Dus ja, ik denk ook altijd wel fijn. Omdat als ik bijvoorbeeld heel warm weer is, het wordt nu winter, dus ga ik het heel erg veel meer gebruiken. Dan vlecht ik er manen altijd wel in. En wat ik ook soms doe, is babyolie in de manen. Dan doe ik het mooi in het glans. Ja. Nou, dat zit dus altijd in het pakje. Dan heb ik altijd, ik heb deze borstel erin zitten, want ze rollen altijd heel erg veel en heel erg vaak. En ze rollen altijd heel erg vaak veel en deze borstel vind ik zelf echt heel erg fijn omdat om te gebruiken. Want de modder die droogt altijd heel erg snel op. Het droogt hem op en dan is het fijn om is het heel makkelijk om met deze borstel weg te poetsen. Dus deze gebruik ik altijd. Dan heb ik deze erin zitten, dat is eigenlijk een soort van hetzelfde in je andere kleur. Ja. Een borstel. Klinkt toch wel. Ook altijd heb ik een manenborstel erin zitten. Deze is van Waldhausen, ik weet niet of het goed spreekt, het is volgens mij Duits. En het is met een zacht handvat van een gel. Dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. Dat is heel fijn om het al vast te pakken. Ik heb ook deze borstel. Dit is zeg maar zo. Nee! Ja, daar komen we zo bij. dit is de zachte borstel voor bij de IJslanders. En deze is van Groovy. Ja, beetje lekker. Ik heb altijd vliegenspray erin. Voor de zomer is het fijn, want ze hebben er echt heel erg veel. Connie? Nee. Ze hebben er altijd echt heel erg veel last van het vliegen. Van de dazen en zo. Dus deze heb ik. Deze is van Dazenweg. Dus ja. Hier zat Kambal de hete naar te grappen. En dit zijn snoepjes van Liquid Snacks. Het zijn hartjesvormige. En ze zien de smaak van ja, gewoon echt dan chill voor eten. Dus goed gras. Deze altijd met prijsdressuur die dat was in deze. En ja, het zijn gewoon kleine. Dan heb ik ook standaard dit clipje erin. Ik heb altijd standaard dus deze clipje erin, voor als ik gelogeer met wit. Ik vind het wel fijn, en alleen dit is hier kapot gegaan. Ik kan nog wel gewoon gebruiken, maar ja, deze gebruik ik ook altijd. Dan heb ik natuurlijk een hoefkrabber erin zitten. Dat was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.